Godverdorie zeg. Evie, volgens mij is dit echt... Oh, sorry. Volgens mij is dit ook echt het repertoire wat helemaal in jouw straatje ligt. Ik hoop het. Ik heb wel gezegd, ga wel op mijn knieën zitten voor mij, Marcel. Ja, dat is heerlijk, hè? Dat is de eerste man. En ik hoop dat dat nu vaker gebeurt. Een man die op zijn knieën voor je dacht, ja, daar dromen we toch allemaal van. Ja, ik zie dat vaker. Maar laten we het daar vooral niet over hebben. De jury, Gerard. Dit is wel weer een stukje muzikale acteerprestatie die je hier neerzet. Heb ik vorige week ook gedaan en dat was leuk om te zien. Marcel, jij kan echt alles zingen. Het maakt niet uit wat. Hè. Normaal. En dan kleurt dat samen, jullie stemmen samen zo ongelooflijk goed samen. Dan zit je ineens in een soort jazzcafé. It Takes Two heet het programma toch? Oh ja, dat is waar. Ja, ja. Oh. Nou ja, in ieder geval, het beviel uitstekend. Nou, Ronnie. Yes. De jonge hond. Ja. Nee, heerlijk duet. Lekker nummer. Ik ben er zelf niet eens echt bekend mee, maar dat maakt niet uit. Want dat vind ik juist tof. Jullie doen wel echt een eigen ding en ook eigenlijk iets anders dan wat alle anderen doen. En ja, dat vind ik super nice. Mooie zachte klank in je stem. Ik heb genoten. Dankjewel. Wat een heerlijk commentaar van de jury. Dat moeten jullie goed doen. Maar wordt dat commentaar ook vertaald naar de punten, Gerard? Ja, ik vond dit prachtig hoor. Dit was wel een 8. 8 ja. Punten. Victoire, 8 points. Van Gerard. Angela. Ja, zeker. En vooral met die act erbij. Een dikke 8. Dikke 8. Yes. Blij. Ronnie. Ja, zoals ik al zei, ik heb weer genoten. Dus van mij krijgen jullie ook al 8. Hey. Dank je wel. Prachtig. En we